Welkom bij een nieuwe aflevering van Willems Keuze, een videorecensie op de site van BN De Stem. Deze week gaan we het hebben over een band die vanuit Londen opereert, maar uit twee Britten, een Amerikaan en een Australiër bestaat. De band heet The Boxer Rebellion. Ze spelen over een week of wat, 26 augustus, in de Mes. Maar we gaan eerst een stukje luisteren naar een prachtig nummer van hun laatste album, The Cold Still. Dat ziet er zo uit. Het nummer heet No Harm. No Harm, het openingsnummer van The Cold Still. Een album wat er prachtig uitziet, schitterend vormgegeven is. Met allerlei blaadjes erin en allerlei seizoenen. En de teksten handgeschreven erin. The Boxer Rebellion, dat is een groep die al sinds 2001 bestaat. Ze komen dus uit Londen, althans daar zijn ze gevestigd. Maar de zanger die je nog op de achtergrond hoort, dat is deze man. Die komt uit Tennessee, die komt uit het plaatsje Maryville. In 2001, toen zijn moeder overleed, kwam hij over naar Londen en vestigde zich daar en sloot zich aan dus bij The Boxer Rebellion. Het derde album, dat is een groot succes. The Cold Still was ook al de reden waarom ze bij David Letterman op mocht komen draven. En vorig jaar zaten ze ook al in een film met Drew Barrymore. Dat weerhoudt de band er niet van om heel veel op te treden. En hoe goed de band live is, dat kun je horen op een 27 juli verschenen album. Dat ziet er zo uit. The Boxer Rebellion live in Tennessee. Niet toevallig de hometown eigenlijk van die Nathan Nicholson. We gaan daar tot slot een nummer van draaien. Want je kunt de band dus gaan bekijken. 26 augustus in Mes in Breda. Ik zou het maar gaan doen, want het is een geweldig grote band in opkomst. Ik verwacht een grote toekomst voor die groep. En zeker voor fans die bijvoorbeeld naar Elbow, Coldplay, Radiohead, The National en Arcade Fire luisteren. Want in die hoek moeten we The Boxer Rebellion plaatsen. Op die plaat Live in Tennessee, die trouwens alleen via hun website, hun eigen website, te downloaden is. Daar staat ook één nummer op van hun laatste plaat. Dat is eigenlijk de single. Step out of the car, en dat gaan we nu draaien tot slot van deze aflevering. Volgende week zijn we weer met de andere muziek. Dit is The Boxer Rebellion.